let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business.
This is what you did to me. Beans.
Ja! Miss Ingrid Elting! Miss Ingrid Elting! It seemed like you were not having your evening. Het leek nou, dat je niet helemaal lekker in je huis zat. Nou, ik had gisteren een beetje een drukke dag. We hadden wat plaatjes opgenomen in de studio boven voor Harold Zwaardman. Die heeft een remix contest georganiseerd met Waterfall. Ja. En het was best wel een drukke dag, laat ik het zo noemen. Ja, en daar jij natuurlijk zo de rust gewend ja, bent. Ja, ik woon aan zee en opeens de drukte. Of je woont bij Lex natuurlijk, in the middle of nowhere. Ja, in het plaatsje tussen de Zeeland. Ja. Tussen lekker, de varkens. Heel rustig. En thuis heb je Duitsers, dus ik zie het verschil eigenlijk niet. Ja, ik was dus weggevlucht van de Duitsers, zeg maar. En toen zat je tussen de varkens. En toen was het toch weer druk. Ja, dus, ja. Maar die Duitsers zijn ook varkens, toch? Of niet? Nou, hè? Ja, nou, dat is dan weer suggestief, hè? Maar goed, haar hoofdje zat dus nog een beetje vol van gisteren. Ze is een heel sensitief mens, hè? Ja. Dus als er te veel prikkels, dan met al die mensen hier, dan zou het was even... Ja, en dan nog Hugo, die in je nek ligt te hijgen. De hele dag mag ik een handtekening in. Ja, foto's. Foto's. Maar Ing, toch was het een leuke set. En het was een gave set. Het was een spontane set. Zeker. Ja. En ook Lexi heeft even twee, maar zegt, ja, ik ken ze allemaal niet. Hoe is het mogelijk? Waterfall kent hij niet. Ja, maar dat is wel met Lex altijd. Dan kent hij het niet, maar dan maakt hij er toch wat van. Dat is het gevoel wat dan in Lexi zit. Juist hem. Maar Ing, die laatste track die erin zat. Wat was dat er voor een? Want kwam er iets bekends in voor? Ja, dat is Adagio. Een oude plaat van Huib Schipper, zeg maar. Die heeft gemaakt de Love Parade. Die is volgens mij wel uitgekomen, maar nooit echt een hit geweest. Oké. Okay. Wel onder de house mensen. Ja. Maar er was onlangs ook een remix contest ervoor. Je kon een remix maken van die plaat. Het begint dus met klassiek, Adagio. En je mocht hem zo mooi maken als je zelf wil. Maar het waren best wel wat sporen. Het waren iets van 48 sporen. Dus doe daar maar wat mee. Ja. Er waren een hoop mensen al afgehaakt, zeg maar. Voordat de eind in zicht kwam. Ja. En uiteindelijk 12 mensen meegedaan. Ik geloof dat ik nummer 2 ben. Dat weet ik niet zeker. Ja, jij hebt dus. Roelof Riphagen is nummer 1 geworden. Horen we helaas niks meer van. Ik hoop dat we snel wat horen. Want het zou uitgebracht worden op cd. Maar die laatste plaat, dat is dus jouw versie. Van Triliton inderdaad, Adagio. Huib Schippers heeft die gemaakt. En ik heb hem zelf gemaakt, synthesizertje. En ik vind hem zelf wel goed gelukt. Dus ik ben er heel trots op. Nou, het staat allemaal weer genoteerd op YouTube zometeen. Ja, super. Dus als mensen het gemist hebben, dan kunnen ze het gewoon lekker terugluisteren. En onze gekeuvel. Of recordbox onder andere. Ik vind het sowieso leuk dat je spontaan 2 dagen geleden zei... joh. Laat ik maar weer even een setje doen. Dus hartstikke leuk, gewaardeerd. Ja, dankjewel. Binnenkort weer. Maar dan ga ik even beter voorbereiden. Even een dagje rust aan het strand of zo van tevoren. Dus, nogmaals, even inspiratie opdoen. Dat doen kunstenaars doen het ook altijd. Ja. Die gaan aan het strand zitten en dan gaan ze heerlijk kijken de zee in. Schelpen tellen. Adem in, adem uit. In de chat krijg je ook applaus van diverse. Dus, Nou, super. Ja, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft, en we gaan maar beginnen. Want ik...